In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrede zij met u. Ik mag u als pastoor van deze basiliek hartelijk welkom heten vanavond. Priesters, diakens, pastoraal werkers, pastoraal werksters, u allen, van alle kanten gekomen. En het is toch ook, ik weet niet hoe het u vergaat, het is toch ook even wennen. Zo samen zijn met velen, nu het weer kan en mag. En voorafgaand aan deze viering mocht ik even buiten staan en de allermeeste van u ook de hand drukken. En voor sommigen was dat ook een avontuur. Doe ik het of doe ik het niet, maar u trok ik over de streep. Hartelijk welkom ook u, die via de livestream met ons verbonden bent. Lieve mensen, 3 keer is scheepsrecht. En vandaag, 13 april 2022, is het dan zover. Alles hier in Hulst is langdurig, zorgvuldig en goed voorbereid door veel mensen. En tot nu toe verloopt het goed, maar hopelijk mag het ook vanavond allemaal goed blijven verlopen. Welkom, u allen. En we zijn dankbaar dat onze bisschop vanavond in deze diocesane Christmamis voorgaat. Heel graag sluit ik aan bij de woorden van de pastoor. Hoe heerlijk het is om elkaar weer zonder beperking te kunnen ontmoeten. Als je elkaar ontmoet, dan ontdek je de ander zoals die werkelijk is. Maar ook ontdekt die ander wie je zelf bent. En dat kan soms een beetje angstig zijn. Want we kennen onze zwakheden. Maar hier, in dit huis van God, bij deze plechtige viering van de wijding van de oliën, komen wij thuis bij Hem, bij God. En in deze ontmoeting hoeft er geen vrees of angst te zijn. Er mag vreugde zijn. Maar in dat eerste moment van het ons beseffen in Zijn aanwezigheid te staan, is het goed om voor die zwakheid, die kwetsbaarheid die wij in ons meedragen, om vergeving te vragen. Zodat wij met een vrij en open hart hier deze geheimen van ons geloof goed mogen vieren. We bidden samen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Laat ons bidden. God, Gij hebt uw enige geboren Zoon gezalfd met de Heilige Geest en aangesteld tot Christus en Heer. Verleen genadig dat wij, die in zijn heiliging mogen delen, in deze wereld getuigen van zijn verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
eerste lezing uit de profeet Jesaja. De geest van de Heer God rust op mij. Hij heeft mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om te genezen allen wie hart gebroken is. Om de gevangenen vrijlating te melden. Aan wie opgesloten zijn vrijheid. Om aan te kondigen het genadejaar van de Heer. En de dag der wraak van onze God. Om alle bedroefden op te beuren. Om aan Sion's treurende in plaats van rouw een diadeem te geven en op te zetten. Maar gij zult heten priesters des Heren. Men zal u noemen dienaars van onze God. Daarom zal ik, God, u uw rechtmatig loon geven en een eeuwig verbond met u sluiten. Uw nageslacht zal bekend zijn bij de volken, uw nakomelingen bij de naties. En alle die hen zien, zullen weten dat zij het geslacht zijn dat de Heer gezegend heeft. Woord van de Heer. Tweede lezing uit de openbaring van de heilige apostel Johannes. Genade zij u en vrede van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde, aan hem die ons lief heeft en die ons van de zonde heeft verlost door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters, door zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem aanschouwen, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, de Albeheerser. Woord van de Heer. Thank you.
De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kwam Jezus in Nazareth, waar hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien. Om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren alle ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon hij hen toe te spreken. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan. Woord van de Heer. Wie denkt er nog aan corona, broeders en zusters? Op 17 april 2019, Pastoor refereerde er al aan in het begin, waren we in Teteringen met delegaties uit parochies, uit kloostergemeenschappen, geloofsgemeenschappen. We waren daar om de Christmamis te vieren. En aan het einde werd aangekondigd: volgend jaar zijn we in Hulst, in de Willy Broederskerk. En toen viel alles stil. En het nieuwe trefwoord werd inderdaad corona. Ruim 2 jaar. Die tijd lijkt nu voorbij te zijn. Maar gaan wij nu terug naar het oude normaal? In die moeilijke 2 jaar hebben we gemerkt dat voedselvoorziening, dat was geen probleem. Supermarkten, winkels, er was voldoende. Maar we hebben vooral gemerkt: een mens leeft niet van brood alleen. Corona heeft veel leed gebracht. Dierbare mensen zijn ons ontvallen. We konden soms niet eens afscheid nemen. Banen gingen verloren. Ouderen en jongeren vereenzaamden. We waren zo kwetsbaar. Nee, we leven niet van brood alleen. Maar wat is er nu van die geestelijke honger overgebleven? Nu de meeste beperkingen toch zijn opgeheven. Er hoeft zelfs niets meer getest te worden. Waar is die geestelijke honger?
Weet u het nog? 2 jaar geleden? We speculeerden met elkaar, ook in de media, over het nieuwe normaal. Een nieuwe manier van leven. Wat is daarvan over? Gaan we door waar we gestopt waren? Alleen met nieuwe zorgen? Een oorlog? De duurzaamheid in onze vorm van samenleven? De hoge prijzen? Krijgt dat nu alle aandacht? Nee, wij gaan niet terug naar het oude normaal. En dat komt niet alleen door corona, maar versterkt door die corona is er iets op gang gekomen. Van verdieping. Van verlangen. Dat het anders zou moeten kunnen. Dat het anders moet. In onze maatschappij, maar ook in de kerk. De krimp die we al jaren beleven, dat is een gegeven van onze seculiere maatschappij. Maar er broeit iets. In parochies, ook in de wereldkerk. Iets nieuws. We praten over parochievernieuwing. Als God renoveert. We praten over en we praktiseren de synodale weg. We hebben het over een missionaire kerk, over de geest die ons kracht geeft en uitzendt. 2 weken geleden, iets meer dan 2 weken, waren we met ruim duizend mensen bijeen in Breda om daarover te spreken. Om inspiratie en bemoediging te ontvangen en te geven aan elkaar. We zijn ons opnieuw bewust geworden van die grote en prachtige opdracht die Jezus ons gegeven heeft. Om erop uit te gaan. Om leerlingen te maken. Om hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En om hen te leren onderhouden alles wat Hij bevolen heeft. Nu we weer zonder de meeste beperkingen liturgie mogen vieren, willen we niet terug naar het oude normaal. Nu, meer dan voorheen, beseffen we dat ons christelijk leven en onze liturgie gebaseerd is op wat in de Tweede Vaticaans Concilie genoemd werd participatio actuosa. Actieve deelname. Deelnemen aan de missie van Christus die ons, u en mij, ons allen, erop uitzendt en zelf bij ons blijft. In de liturgie vieren we dat Hij bij ons blijft in zijn woord, in zijn sacrament, in onze geloofsgemeenschap. Hij zelf is de handelende persoon. En wij, ieder op onze eigen manier, wij doen actief mee met wat Hij doet. De kortste formule daarvan kent u allemaal. Door Hem en met Hem en in Hem. Dat is ons leven. Ja, we zijn gedoopte mensen. En wij geloven in God en we kennen Jezus als onze Verlosser. We proberen daar werk van te maken. Elke dag opnieuw. En de ervaring leert ons dat dat niet eenvoudig is. We slagen er soms te weinig in. We verliezen ons in allerlei activiteiten die wij nuttig en nodig achten, maar waardoor Christus zelf een beetje op de achtergrond schuift. En dan doen we niet meer met Hem mee, maar we nemen het als het ware over. Actief deelnemen aan de zending van Christus. Hoe doe je dat?
Die vraag is het eenvoudigste te beantwoorden als je het antwoord kent op een andere vraag. Een vraag die Jezus zelf stelt. Midden in het evangelie staat hij voor zijn leerlingen en stelt deze vraag. Wie zeggen jullie dat ik ben? En hij vraagt dat op het moment voordat hij naar Jeruzalem gaat om daar te lijden, te sterven en op de derde dag op te staan. En het antwoord op die vraag, wie zeggen jullie dat ik ben? Dat is nodig om hem te volgen, om te delen in wat hij doet en om daarin te groeien. De eerste leerlingen hebben die stappen gezet. En wij staan nog steeds op die weg. Als je weet wie Christus voor je is, als je door hem de barmhartigheid van God leert kennen, dan kom je op het spoor van actieve deelname. En dan kun je de woorden van Jezus onmiddellijk verstaan als hij zegt, ga dan en doe gij even zo. Als hij werkelijk de gezalfde, de Christus voor ons mag zijn, diegene die het genadejaar afkondigt en die het verwerkelijkt door zijn leven, zijn lijden, zijn dood, zijn verrijzen, dan betekent actief deelname dat je je aan hem vasthoudt in alle omstandigheden. Zelfs, en dat gebeurt altijd, als de schaduw van een kruis op je wegvalt. En dan weet je, ik ben niet alleen, hij is erbij. Hij is het die samen met ieder van ons het juk van het leven draagt. Net zozeer als een stel dat getrouwd is, werkelijk getrouwd is, ook als ze niet bij elkaar zijn. Jezus is werkelijk bij ons, ook als we hem fysiek niet zien. Hij is echt aan ons getrouwd. Het niet zien maakt het verlangen juist sterker. Deze viering vanavond, broeders en zusters, die heeft deze bijzondere kwaliteit van actieve deelname. We doen wat we hier vanavond samen doen, niet op eigen kracht. We doen mee met wat Christus doet. En hij geeft de kracht. Door ons doopsel, door ons vormsel, zijn wij deelgenoot geworden. En uit ons midden, uit dit volk dat hij zich gevormd heeft, zijn op bijzondere manier mensen geroepen om priester te zijn, te delen in die zending, in de kracht van de geest op een bijzondere manier. Zo dadelijk zullen de priesters hier hun wijdingsgelofte hernieuwen. En samen zullen we bidden om de kracht van de geest voor ons allemaal. Die hernieuwing van die wijdingsgelofte in de chrismamis, dat is iets publieks. Het is voor ons allemaal, om te horen, om mee te maken. Want het brengt iets wezenlijks in herinnering voor u en voor mij, voor iedereen. Geroepen zijn, deelnemen in het leven van Jezus, betekent niet dat je je eigen plan moet ontwerpen, zelf initiatief gaan ontplooien. Het betekent dat God wil werken met onze zwakheid. En met zijn kracht komen er nieuwe plannen, nieuwe initiatieven. Wijding is gegeven niet om een eigen boodschap uit te werken, maar om Gods blijde boodschap voor te leven. In woord en daad, in verkondiging en in de viering van de sacramenten. Ja, in welke levensstaat we ook staan, die wijdingsgeloften zijn publiek
want ze hebben een diepe betekenis voor ons allen. Wij zijn christenen, gezalfden. En zoals het in de tweede lezing heel nadrukkelijk stond, hij maakt ons tot een koninklijk en priesterlijk volk, een volk van gezalfden, van christenen. Deze viering, broeders en zusters, vervult mij met vreugde. Omdat wij hier samen delen in onze roeping Christus te volgen, leerling te zijn. En God maakt ons tot wie we zijn, zijn volk. Straks zullen hier de ziekenolie en de catechumenenolie gezegend worden en zal het chrismaolie gewijd worden. Die zijn bestemd voor de bediening van de sacramenten. Als gezalfden zijn wij alle toegewijd aan God, maar ook aan elkaar. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen. Dit is mijn gebed en mijn hoop, dat vele mensen, jong en oud, van welke levensstaat ook, de kracht van de Geest mogen ontvangen en aannemen. En in het komende jaar, in de viering van de sacramenten, mogen ervaren dat God bij hen is. Daarvoor wijden we olie. Daarvoor zijn we zelf gezalfd. Amen. Broeders en zusters, wilt u staan? Aan u allen vraag ik, wilt u, die geheiligd bent door het doopsel en het vormsel, trouw blijven aan uw zending, ieder volgens uw eigen levensstaat? Ja, dat wil ik. Broeders in het priesterschap, op deze dag herdenken wij hoe Christus de apostelen deelachtig maakte aan zijn priesterschap en ook ons hierin liet delen. Wilt u, ten overstaan van uw bisschop en van het volk van God, opnieuw beloven wat u eens heeft uitgesproken? Ja, dat wil ik. Op de dag van onze priesterwijding hebben we allen, uit liefde tot Christus en zijn kerk, het ambt van de bediening op ons genomen. Wilt u deze binding aan de Heer steeds meer beleven en op Hem gelijken, door niet uzelf te zoeken, maar u te blijven inzetten voor datgene waartoe u zich verbonden heeft? Broeders, er wordt van ons gevraagd dat wij betrouwbare beheerders zijn van Gods geheimen, die ons zijn toevertrouwd in de prediking van het woord, de Eucharistie en de andere liturgische vieringen. Wilt u deze taak, naar het voorbeeld van de goede herder, onbaatzuchtig en met liefdevolle toewijding vervullen? Ja, dat wil ik. En u allen,
Broeders en zusters, vraag ik, bid voor uw priesters, dat God hun overvloedig zijn gaven blijft schenken, om hen te bevestigen in de dienst van de hoge priester Christus, en om u, onder hun leiding, te brengen tot de bron van het leven. Tot slot, broeders en zusters, vraag ik u ook voor mij te willen bidden. Dat ik het bisschopsambt naar best vermogen blijf vervullen en mij voortdurend bewust ben dat ik onder u de plaats mag innemen van Christus, de hoge priester en de goede herder, de leidsman en dienaar van allen. Mogen de Heer onze God, herders en volk, bewaren in zijn liefde en ons allen geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Bisschop,
We hebben veel contact met mensen die ernstig ziek zijn of door ouderdom zeer verzwakt. We mogen ervaren hoe de ziekenzalving hun troost biedt. Wilt u deze olie voor onze parochies zegenen? Ik dank u heel hartelijk, u en alle die zich inzet voor onze zieken. Jezus heeft gezegd, wat je aan de geringsten doet, doe je voor mij. Ik zal deze olie zegenen, dat ze tot heil mag zijn van de zieken. God, Vader van alle vertroosting, door uw Zoon hebt gij de zieken van hun kwalen willen genezen. Luister naar ons gelovig gebed. Wij vragen u, zend uw Heilige Geest de vertrooster over deze olijfolie, die als een vrucht van de groene boom heilzaam is voor het lichaam. Bescherm door uw zegen naar lichaam en ziel allen die met dit geneesmiddel worden gezalfd. Verdrijf alle pijn, geef nieuwe kracht en schenk genezing. Laat deze olie door u, Heer, gezegend zijn tot ons heil. In de naam van Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Bisschop, wij zijn ouders van opgroeiende kinderen en ter gelegenheid van hun doop zijn zij leerling geworden en hebben wij beloofd hen gedurende hun opvoeding Jezus leren kennen. Wilt u deze olie zegenen ten bate van alle, groot en klein, die leerling willen zijn? Ik dank u voor uw inzet om het geloof voor te leven aan uw kinderen. Het is precies zoals u zegt, wij zijn alle leerling van Christus. Hij roept ons, hij sterkt ons. Graag wil ik deze olie zegenen, dat ze alle die op die weg zijn, sterkte en kracht geven. God, gij zijt onze sterkte. Gij draagt zorg voor uw volk. Van u ontvangen wij de olie die het symbool is van kracht. Laat dan op deze olie uw zegen neerdalen. En schenk kracht aan de geloofsleerlingen die hiermee worden gezalfd. Verleen hun wijsheid en sterkte. En laat hen een dieper inzicht krijgen in de blijde boodschap van uw gezalfde. Geef hen de moed om zich in te zetten voor een waarachtig christelijk leven. Laat hen ook als uw aangenomen kinderen vreugde beleven om hun wedergeboorte en om hun leven in uw kerk. Door Christus onze Heer. Amen.
Bisschop, wij hebben het sacrament van het doopsel ontvangen. Wij kiezen ervoor om ons doopsel te bevestigen door het sacrament van het voorhemsel te ontvangen. Wilt u deze olie wijden met reukwerk en adem, zodat de rijkdom van Jezus Geest voor ons tastbaar wordt? Beste vormelingen, met veel vreugde zal ik deze chrisma wijden voor jullie vormsel en het vormsel van zoveel van jullie leeftijdgenoten. Het is ons aller gebed dat de kracht van God, de kracht van de Heilige Geest, door jullie ervaren mag worden in je leven. Dank je. Broeders en zusters, laat ons ook bidden tot God de Almachtige Vader en hem vragen deze geurige olie te maken tot een teken van zijn zegen en genade. Hij geeft dat alle die hiermee gezalfd worden, ook innerlijk zalving van de geest ontvangen en de genade van de verlossing verkrijgen. God, alle groei en ontwikkeling vindt zijn oorsprong in u. Met heel uw kerk danken wij u voor uw gaven die ons met vreugde vervullen. In den beginne hebt gij gesproken en uit de aarde groeiden vruchtbomen die ieder naar zijn soort vruchten droegen, zoals olijven die de olie voortbrengen voor het heilig chrisma. In deze olie heeft David uw profeet ons het teken doen zien van uw genade, toen hij zong van de olie der vreugde, waarmee het gelaat van de mens gezalfd wordt. In de olijftak, gedragen door een duif, hebt gij een aanduiding gegeven van het beloofde heil, toen na de zondvloed uw vrede op aarde werd aangekondigd. Dit alles heeft zijn vervulling gevonden in de volheid der tijden. Het water van het doopsel reinigt ons van zonde. De olie waarmee wij worden gezalfd maakt ons tot mensen die weten wat blijdschap is en vrede. Zo is eens op uw bevel Aaron gereinigd met water en door zijn broer Mozes, uw dienaar, met deze geurige olie gezalfd tot priester. Maar dit teken hebt gij nog rijker gemaakt toen uw zoon, onze Heer Jezus Christus, door Johannes in het water van de Jordaan was gedoopt. Want de Heilige Geest daalde als een duif op hem neer en uw stem getuigde: dit is mijn Zoon in wie ik welbehagen heb. Zo hebt gij ons de diepste zin getoond van het psalmwoord: God heeft u gezalfd met de olie der vreugde en u geplaatst boven de kinderen der mensen. Wij bidden u dan, Heer, en vragen: zegen deze olie en laat de heiligende kracht van uw geest neerdalen om hierin werkzaam te zijn, samen met Christus uw gezalfde, aan wie deze olie de naam van chrisma dankt. De olie waarmee gij priesters en koningen, profeten en martelaren hebt gezalfd. Laat dit chrisma een krachtig teken zijn van heil en leven voor allen die door de doop gereinigd worden en tot nieuw leven komen. Verdrijf door de zalving met deze geurige olie al wat ruikt naar dood en bederf. En laat de gedoopten, als een tempel van uw geest, vervuld worden van de geur van een eerzaam leven. Verwezenlijk uw heilsplan, dat van eeuwigheid is vastgesteld. Bekleed met onsterfelijkheid allen die gij bij het doopsel tot koning, priester en profeet hebt gezalfd.
Laat deze olie voor ieder die herboren is uit water en Heilige Geest een heilzaam crispa zijn. Begin van eeuwig leven en onderpand van de beloofde heerlijkheid. Door Christus onze Heer. Amen. Deze eucharistieviering wordt opgedragen tot intentie van de familie Baart van Gijssel, de familie Verdurmen, de overleden ouders Stallaert Elias en overleden kinderen, als jaargetijden voor Jo Hemelaar en mevrouw Gerda Hemelaar Martinet, als jaargetijden voor Marie-Madeleine Govaert de Lombaard en echtgenoot Theophile Govaert, zoon Mark en overleden familie. En hier voegen we bij al onze eigen intenties die leven in de stilte van ons hart. Zo dadelijk dan vindt de collecte plaats op de gewone van vroeger vertrouwde manier. En we willen u uitnodigen om aan die collecte naar mogelijkheid, maar liefst gul, bij te dragen. Zo dadelijk dan zullen ook gaven worden aangedragen. Behalve de gaven van brood en wijn, ook gaven die zijn meegebracht. Enkele van u zijn uitgenodigd om die gaven aan te dragen. En ik wil u vragen om naar de plek te gaan die u is gewezen, om daar de gaven in ontvangst te nemen, om ze hiervoor de bisschop aan te bieden. Terwijl dit alles gebeurt, mag er ruimte zijn in ons gebed ook voor de vrede in de wereld. We leven in een moeilijke, spannende tijd. En onze gedachten mogen ook uitgaan naar het volk van Oekraïne. Onze organist Marcel Magnus, die zal improviseren op een lied van vrede, waarna onze kantorij dit overneemt en de woorden zingt die Marcel improviserend heeft gespeeld en gepreludeerd. Dank u wel.
broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, wij vragen u, laat de kracht van dit offer ons reinigen van oude smetten en leiden tot levensvernieuwing en tot heil. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Amen. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt uw enige geboren Zoon gezalfd met de Heilige Geest en hem aangesteld tot hoge priester van het nieuwe, altijd durende verbond. Gij hebt gewild dat dit priesterschap van uw gezalfde altijd voortleeft in uw kerk. Het volk van de verloste maakt hij tot een koninkrijk van priesters. En uit liefde tot zijn broeders kiest hij mensen uit hun midden die door handoplegging deel krijgen aan zijn priesterlijke bediening. Zij maken in zijn naam het offer van de verlossing weer tot werkelijkheid en richten voor uw kinderen het paasmaal aan. Ze gaan uw volk voor in liefde, voeden het met uw woord en sterken het met uw sacramenten. Ze zullen hun leven geven voor u en voor hun broeders en steeds meer op Christus zelf gaan gelijken. Ze zullen voor u getuigen van hun onverbrekelijke trouw en liefdevolle toewijding. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren totdat hij komt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, en Johannes, onze bisschop, en alle die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Amen. Wenst elkaar de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie, het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben dat geen probleem ons, als je spreekt, dan zal ik zonde. Lichaam van Christus, bewaren ons tot eeuwig leven. Amen. Bloed van Christus. Thank you.
Laat ons bidden. Barmhartige God, nu wij gesterkt zijn door uw sacrament, vragen wij ootmoedig dat de geest van uw Zoon in ons nooit verzwakt, maar verkwikkend blijft als een goede geur, door Christus onze Heer. Amen. En dan komt mij al een aantal jaren de eer toe dat ik bekend mag maken waar in 2023 de Chrismaviering plaats zal vinden. En die zal wederom plaatsvinden in een Willy Brorduskerk. In de Willy Brorduskerk, die ook wel het Lourdes van West-Brabant genoemd wordt. De Sint-Willy Brorduskerk van Sint-Willebrord. Daar worden we volgend jaar welkom geheten. Ja, nadat deze sensatie door onze basiliek is gegaan en we weten waar we volgend jaar naartoe mogen, mag ik u nog zeggen dat zo dadelijk na deze prachtige viering u nog welkom bent voor een kopje koffie en een zelfgebakken koek. Zoals een pastoor dat zegt, die zegt altijd dat hij het doet, maar ik doe niks. Maar zelf gebakken vanuit onze parochie. En we drinken koffie in de pop-up koffieruimte aan deze kant. Dus als u naar buiten gaat rechtsaf, aan deze kant van de basiliek. Een grote winkelruimte die helemaal is ingericht door mensen uit onze parochies voor deze gelegenheid. Met dank ook aan de beheerder van dat onroerend goed. Want dan mag je ook wel eens een keer zeggen dat ze dat gewoon om niet allemaal ter beschikking stellen. Ik vind dat toch fijn. Ja, dat doet mij met altijd ook een hart voor onroerend goed. Goed dat u daarvoor klapt. Goed zo. Lieve mensen, op twee plekken in de kerk worden zo dadelijk de oliën uitgedeeld. En zo heb ik het afgesproken, dus ik ga ervan uit dat het zo is. Het vicariaat Breda, achter in de hoek, bij het dameskoor. Maar Jan staat al te zwaaien, het klopt. En achter deze dikke pilaar, het vicariaat Middelburg. Ik ga ervan uit dat daar ook iemand zwaait, dat kan ik allemaal niet zien. Goed zo. Dus als u zich daar naartoe begeeft, komt het allemaal goed. Dank u wel. Hulde aan Hulst. En zonder daar iets van af te doen, hulde aan onze Heer, die ons verlost, die ons bemoedigt, die ons sterk maakt om als zijn leerlingen erop uit te gaan. We hebben dit samen opnieuw mogen vieren en met zijn geest, met zijn zalving, gaan we van hier ieder naar onze eigen plek om als zijn leerling zijn boodschap uit te dragen. Daartoe van harte Gods zegen. De Heer zij met u. De naam des Heren zij gezegend. Onze hulp is in de naam des Heren. En zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon
en Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.